Hoi allemaal, het is vandaag maandag en dat betekent een nieuwe video van mij. Vandaag ga ik het hebben over lang reizen in het OV en dan naar je studie toe. Ik ben namelijk vanaf mijn ouderlijk huis 3 uur onderweg en vanaf Rotterdam 1,5 uur. Inmiddels ben ik wel gewend aan dit lange reizen, maar in het begin was het best wel lastig. Er zijn 3 verschillende dingen die ik graag doe in het OV. Ten eerste lees ik graag. Op het station kan je de metro halen. Superleuke krant. Daarnaast kijk ik heel vaak series en video's op YouTube. Zo kijk ik graag vlogs van Elfie. En de video's van Zoella vind ik heel leuk. Om gewoon een beetje te ontspannen, vaak in de eerste bus vanaf Zeeland, kijk ik eerst een serie. Ik vertrek namelijk vaak om 6 uur 's ochtends al vanaf Zeeland. Want dat is dus wel een van de nadelen van een lange reis, dat je heel goed moet vertrekken. En derde tip, naast ontspannen, is natuurlijk ook inspanning. Ik zet altijd de wifi hotspot van mijn telefoon aan en dan werk ik gewoon op mijn laptop. Aan projecten die ik nog moet doen, verslagen die ik moet maken, tentamens die ik moet voorbereiden. Speciaal voor jullie heb ik 4 tips bij elkaar gehaald om een lange reis ietsjes makkelijker te maken. Tip 1. Vertrek op tijd. Tip 2. Zorg ervoor dat je altijd je reis checkt in of de NS Reisplanner of OV9292. Dit zorgt ervoor dat je niet op het station voor verrassingen komt staan. Tip 3 is calculeer wat vertraging in. Zorg dat je een trein eerder pakt of misschien wel 2. Zodat op het moment dat je vertraging hebt, je niet meteen je tentamen hoeft te missen. En tip 4 slaat ook weer een beetje terug op wat ik zelf doe in het OV. Zorg ervoor dat je wat te doen hebt. Op het moment dat je zorgt dat je aan schoolwerk werkt in het OV, hoef je dat minder te doen als je thuis bent en heb je dus meer vrije tijd over. En stel nou dat je het helemaal niks vindt om te reizen in het OV zo lang, dan kan je altijd nog een kamer zoeken. Joey heeft een hele handige video gemaakt, die kan je hierboven even aanklikken. En daar legt ze uit hoe je een kamer in Amsterdam kan vinden. Het zou best wel kunnen dat ik nog wat dingetjes vergeten ben. Laat het dan vooral even hieronder weten. Geef even een duimpje omhoog als je wat aan deze tips gehad hebt. Kijk hier nog even de video van Joey waarin ze laat zien hoe je een kamer kan vinden. Kijk hier nog even mijn laatste video. Abonneer hier op ons kanaal en dan zie ik je graag volgende week maandag weer om 4 uur. Tot dan, doeg!